Goedemorgen, wij zijn wakker en gaan lekker ontbijten met yoghurt en fruit. Mila Speedy Gonzalez eet zo snel. Ik moet nog beginnen en de fruit is al op van de bord ongeveer. Ik doe nu gewoon altijd standaard, zet ik zeg maar hier de rest. Anders wordt de helft ernaast gegooid, dan heeft ze spijt. En van elk eentje of twee, en dan kan ze die rustig opeten. Lekker! Ik ga lekker weer eiersalade maken. En we moeten dus later naar Jet. Of moeten, nou, ik reken om het haar door met Jet. Dus Mila en ik gaan gezellig mee. Update over lucht en verbouwen en buren en dat soort dingen. Echt lieve comments allemaal gehad van jullie jongens. Echt zo lief. Wij voelen ons nog steeds wel beter, zeg maar. We hadden het idee dat we een soort van opvangverkoudheid erbij te pakken hadden. Die lijkt nu weg, maar de stem is nog steeds weg. En het is nog steeds, I don't know. Ik weet niet, Dyson heeft verder trouwens niks heel ernstigs laten zien. Een paar dagen was het heel ernstig en daarna het is niet meer. Maar ik moet zeggen, er wordt nu ook niet echt verbouwd. Dus het is, ik heb goede hoop. Toch zijn we wel serieus aan het kijken voor een vakantiehuisje. En moeten even kijken of we een weekje doen of zo. Ja, het lijkt me wel heel chill. Ook überhaupt in een vakantiehuisje zitten, weet je. Ook al, het is niet dat we dan gewoon een week lang gaan chillen of wat dan ook, maar meer van het idee van een ander huis eventjes wel heel lekker. Verder zijn we heel erg bezig met de aannemer en zo. Vanwege ons huis, want we hebben nog steeds niet echt een duidelijke planning en dat hebben we wel echt heel erg nodig. Dus ja, lekker eiersalade. Ik heb een beetje veel gemaakt, zodat ik nog in een potje kan doen en zo. Succes hier hoor. We gaan het opruimen, omdat we straks dus weggaan, de kleine, als zij wakker wordt. Dus doe alvast het allemaal opruimen, want als we weer terug zijn, dan ik ga toch weer naar bed. Ik kreeg veel berichtjes dat jullie dit zo ASMR vonden. Of ik het vaker wilde filmen, maar bij deze. Blokken opruimen. Weet je wat wel echt enorm niet ASMR is in deze blokken? Dat ze net niet hier volledig in passen. Even kijken hoor. Kijk. Zo. Ja, geen blokken meer. Dat vind ik wel gek. Maar dit. En zo. Als je zo doet. Kijk. Er past hier net niet precies ook nog een blok bij. Stom, hè? Dit past trouwens dan. Ja. Gek. Hier wordt het een beetje rommelig. Ik heb ook van die stokjes en zo die erbij horen, maar die heb ik nog wel uitgehaald. Omdat het daar nog net even te klein voor is. Kijk, haar favoriet is deze. Het scheelt wel. Met die stokjes past het allemaal net. En nu ik het eruit heb gehaald, kan ik het misschien boosten. Waar is Mila? Daar is Mila! Waar is Mila nou? Daar is Mila! Kiekeboe! Waar is Mila? Daar is Mila! Waar is Mila? Daar is Mila! Een parkeerplek zoeken. Alles staat vol. De straat van Jet, een stukje Herengracht is afgesloten daar. En het regent. Toppie! Waarom? Ah nee, hier is ook helemaal niks. Kijk, daar gaat hij jongens. Met paraplu, dikke jas, muts, draagzak, op naar Jet. We zijn bij Mariette en jullie weten hoe gek Mila is op haar. Ze vindt het maar al te interessant wat hier allemaal gebeurt. Yay! Ja. Gezellig mee, Mila. Gaan papa zijn haren mooi maken? Ja. Hoe ze zitten kijken, jongens. Kijk. Die vond ze natuurlijk geweldig. Ja. Echt, hè. Het is me veel te zien, hè. Zo, je bent lekker aan het jasje, helemaal. Wat doe jij? Goed opletten, want dan kunnen we het laten leren. Ja. Oh, ja. Kijk, dan beginnen we zo met een lekker. Heb je ook kinderen wel eens een schaar in hun eigen haar gezet? Gelukkig niet. Heel veel doen dat toch op een gegeven moment? Klopt. Niet doen hoor. Hé? Niet doen?
Je hebt ook leuk haar. Kijk nou hoe cutie. Lekker, hè? Van dat donsje. Van dat dons haar. Net even wat stijler dan Gregors haar. Ietsje. Nog even ga je vlechten, schat. Oh. Nee. Nog eventjes. Maar we hoeven haar nog niet te knippen, toch? Dit is gewoon, dit moet. Ik zou door laten groeien dat bobje. Ja. Wat je eventueel op een gegeven moment kan doen, is een beetje zo'n matje krijgt, zo'n Haags matje. Wat er natuurlijk wel bij papa en mama past. Lekker Haags. Je kunt altijd zo'n beetje zo'n bobje erin gooien. Oh. Ga lekker zo laten groeien, hè? Ja. Hey, mijn haar is dus gegaan. Super mooi. Maar let op. Oh my god. Niet alleen mijn haar is gedaan. Mega grote staart. Ja, eigen staartje voor je. Moet even inzoomen. Daar. Zeker. Ben je blij met je staart, schat? Ze heeft ook alles meegekeken naar hoe haar werd gedaan. En wassen, en knippen. Ja. Geholpen met wassen zelfs. Ja, geholpen met wassen zelfs. En wat zeggen wij dan allebei? Dankjewel, Mariette. Dankjewel voor mijn staart. En de kam, die is nu voor mij, thanks. Doei. Zo, dames. We zijn even gaan wandelen. Yep. Want we hebben toch een paraplu. Deze meid kan niet stop met om zich heen kijken. Heerlijk. Heerlijk in de regen wandelen. Moet je kijken naar deze ongelooflijk vette auto. Hoe cool is die? Dit is gewoon gebaseerd op Miami trouwens. Okay. Ja, kijk maar naar die kleurtjes. Vet, tof. Mooie oude Ford. Ford? Nee, oude Buick is het. Cool. Wij zijn thuis, hoeven ze heerlijk aan het koken. Ik ga even met Mila nog een boekje lezen, ze heeft net gegeten. En dan straks... Oh, Biscuit Baby is niet open morgen! Hebben ze dat nu? Ja! Nee! Maar dit, morgen wordt Angela helemaal moeite gedaan met het uitzoeken wat we willen. Oh, wat erg! Ik ga lekker eten. Nam nam nam. Ik heb eten gemorst op mijn shirt, I just don't care. Gewoon echt dat ik denk, ik hou hem gewoon aan. Het doet me gewoon niet meer. Oh, het is 9:30, ik ben echt klaar. Ik wil echt gaan slapen. Morgen heb ik om 11:00 een call, maar we zouden met Tess ook sporten. Ik moet even zeggen tegen haar. Oh. Hoe laat, 11:00 call? Ja, jij moet je campagne ding niet doen. En om 3:00 heb ik een call. En we gaan naar het ding toe, toch? Ja, naar het park kijken. En ik moet de Beauty Quest 4 opnemen. Al kan dat ook wel vrijdag. Ja, dat moet ook gebeuren, ja. Even kijken. Kan ook. Ik denk dat ik het liever morgen doe. Ja. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Lekker slapen. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen.